Fadessa dus. Ja. Erelid van de Boksbond. Nou, erelid. Ja. Door de Boksbond, ja. Is het nog meer dan dat? Bondsridder. Bondsridder. Ja. Erelid. Wel een beetje helder zijn. Ja, nou, dat is een foutje maar. Dus die is vandaag binnen. En het boek is er. Ben je blij met het boek? Ik heb al een paar keer traantjes gelaten. Oh ja? Ik heb de afgelopen dagen heb ik hier en daar dingen gelezen. Ik heb veel meegemaakt. Dat kan je wel zeggen, ja. En ik ben altijd sterk eruit gekomen. Mm-hmm. Ik had dat karakter. Ik laat me niet klein maken. Mede dankzij je dochter die naast je zit? Laat me niet klein maken. Nou, mede door mijn dochter en mijn andere kinderen. Die kinderen. Ze hebben mij niks aangedaan. Maar ze hebben die kinderen, door mij dat aan te doen, hebben ze die kinderen veel aangedaan. Laten we even teruggaan in de tijd. Die kinderen hebben mij gemist, al die jaren. Tientallen jaren. Ja, want Vanessa, iedereen kent je vader van die ene, in ieder geval van die ene wedstrijd tegen Mohamed Ali. Ja, ja. Jij kent hem natuurlijk vooral als je vader. Ja. Jij kreeg dat als kind ook mee, hè? Dat hoogtepunt in die wedstrijd, de spanning. Wat herinner je daarvan? Nou, dat is in 73 geweest. En in 73 ben ik geboren. Ja. Dus jij kent het alleen maar van de overlevering? Ja, ja. Dus jij leerde leven met de legende die je vader was? Ja. Ja. Jij merkte ook mee dat na dat verhaal het minder ging met hem. Ja. Wanneer raakte je hem kwijt? Echt kwijtraken is eigenlijk nadat hij vrijgekomen is eigenlijk. Ja, want wat was er gebeurd? Je bedoelt Portugal? Vrijkomen betekent dat je vast wordt gezet. Ja. En dat is natuurlijk een belangrijk keerpunt in het leven van je vader. Dat hij in Portugal wordt vastgezet. In ieder geval op verdenking en veroordeling. Daar, volgens Portugese autoriteiten. Van betrokkenheid bij harshandel. Ja, toen was ik 13. Toen was je 13? Ja, en dan wordt je vader eigenlijk uit je leven ontnomen. En dan zit je op een best wel moeilijke leeftijd. Want je gaat puberen, je gaat naar de middelbare school. Iedereen kent hem. Dus dat draag je als kind eigenlijk ook al met je mee. Hoe was jullie contact in die tijd, toen je 13 was? Ja, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan dat ik 9 jaar. Dus ik zag mijn vader wekelijks nog wel. Dat was wel een soort van, niet echt een regeling, maar we zagen elkaar wel regelmatig, mm-hmm, de weekenden. En mijn vader had een kermisleven toen de tijd. Dus wij gingen gewoon mee waar mijn vader op dat moment was. Ja. Dit was dan inderdaad een voorscheiding van mijn ouders. En, Die scheiding, dat was geen scheiding. Je gaat op wintersport, je gaat op wintersport met een grote groep. Hartstikke leuk, gezellig, fijn. En dan kom je, gaan we met de mannen skiën en die vrouwen gaan skiën. En dan komen we 's middags om 4 uur hebben afgesproken, want wij hebben eventjes gereest, een beetje gerost, weet je, naar beneden duiken en snelheid en mannelijk. En die vrouwen hebben dat gedaan. En dan kom je bij elkaar. En dan is mijn vrouw helemaal veranderd. In één dag? Die is verliefd geworden op een andere vrouw uit die ploeg.